Ik ben Justine de Jonkheren, ik ben 18 jaar jong en afkomstig uit Wevelgem en ik ben Miss West-Vlaanderen. Ik ben net gestart aan mijn eerste jaren rechten in de Universiteit van Kortrijk. In rechten moet je vaak mensen verdedigen. Het is niet enkel advocaat, het is een heel brede keuze. Ik ben enig kind. Ik heb een heel goede band met mijn ouders. Ze zijn eigenlijk mijn vrienden voor mij. Ik heb een heel goede band met hen. Vooral als ik studeer, moeten mijn ouders altijd aanwezig zijn, maar ze mogen mij wel niet storen. Dus ik maak het hen eigenlijk niet makkelijk, want het is dan altijd van... Je moet zwijgen, je bent aan het studeren. Ik ben sociaal, behulpzaam, flexibel en geduldig. En mijn negatieve punt is dat ik wel perfectionistisch ben. Als ik iets doe, wil ik dat altijd goed doen. Of dat gaat mij niet goed. Jij bent de volgende. Nu, jij komt ook uit Wevelgem, net als Lien. Ja, Wevelgem is goed vertegenwoordigd. Kenden jullie elkaar al? Wel ja, ik kende Lien al, want vroeger, toen ik jonger was, zat ik in de vakantie in de speelpleinwerking. En Lien was toen mijn leidster. Maar ik was een heel braaf kindje en zij was een heel toffe leidster. Dus we kennen elkaar al vandaar. Ja. Oké, zijn we nog een vraagje? Want we hebben een aantal keer opgemerkt in de filmpjes dat je het niet leuk vindt om alleen te zijn. Hoe komt dat? Wel, ik ben enig kind, zoals de mensen hebben kunnen zien. En ik ben niet graag alleen. Ik wil altijd dat mijn ouders daar rondom mij zijn. Of gewoon bij mijn vrienden. Maar zet mij niet alleen. Ik kan daar niet tegen. Absoluut niet. Oké, dankjewel. Dan blijf je de hele avond. Goedenavond iedereen. Brigitte Bardot heb ik gekozen voor haar vele facetten. Toen ze jong was, maakte ze het als model en speelde ze de hoofdrol in Elle Dieu Créa la Femme. Ze wordt wereldberoemd. Naast model en actrice is ze ook zangeres en zingt ze een liedje zoals Harley Davidson. D'abord, elle utilise sa beauté extérieure, après sa beauté intérieure. Elle se donne pour les animaux et elle met une fondation sur pied. Comme beaucoup de gens me disent que je ressemble à elle et les animaux me tiennent au cœur, je trouvais que Brigitte Bardot était un bon choix. Merci beaucoup. Justine, bravo, tu es sélectionnée. Wat hebben jullie in feite gedurende de hele voorbereiding aan deze finale allemaal geleerd? En hoe ben je voor jezelf, hoe ben je daarin zelf geëvolueerd, veranderd? Ik moet zeggen dat ik wel zelfstandiger geworden ben. Ik was enig kind. En dan ben je toch altijd wat meer beschermd. En door deel te nemen aan Miss West-Vlaanderen en daarna ook aan Miss België, moet ik zeggen dat ik echt zelfstandiger geworden ben. Je leert meer je plan trekken, je weet hoe je alles moet aannemen en je doet het eigenlijk echt op je eentje. Natuurlijk ben ik dan wel gesteund geweest door mijn familie en vrienden, maar ik kan toch wel besluiten dat ik zelfstandiger geworden ben. Belgique 2011, Justine de Jonkheren. Justine de Jonkheren, notre nouvelle Miss Belgique. Elle a 18 ans, elle vit à Wevelgem en Flandre occidentale. Elle est en première année en droit à l'université de Courtrai. Félicitations Justine. Justine de Jonkheren is dus onze nieuwe Miss België. Ze is 18 jaar, komt uit Wevelgem in West-Vlaanderen en ze studeert rechten aan de Universiteit van Kortrijk. Silouanis fait la passation de couronne, c'est toujours un moment très très émouvant. Notre nouvelle Miss Belgique 2011, Justine, Justine qui va recevoir des mains de Monsieur Sienart, directeur marketing de Peugeot, les clés de sa Peugeot 207 CC, bravo.